Yo, what's up guys, van NNN, welkom terug bij Wolfenstein, de nieuwe order. Dit is part 4 alweer en dit is waar we zijn geëindigd. Oh man, het stukje in de trein met deze gigantische robot. Waar de fuck moeten we heen eigenlijk? Ik zie hier twee hele belangrijke mensen zitten. Kijk de koffie ook heen en weer gaan. Dit is wel echt heel tof gedaan. Ze kunnen de koffie op de tisch opstellen. Oké. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie, mein Benet. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bube. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. What the fuck? What a wife. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ew. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobo. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. What the hell? Hij zat daar ook gewoon een beetje over de poes te wrijven, terwijl... juist. Wat een types. Hallo meneer. Sigaar! William? Yes.
You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Der nächste Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenberg Prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. This is true of the Nazis. They're not lacking in vanity. Deze game is vetter dan vet. Echt vetter dan ik had verwacht. Het overtreedt echt al mijn verwachtingen. Echt, wat een fucking awesome game. Die cutscenes tussendoor, die seksscène, het heeft gewoon echt een verhaal, joh. Dan alleen maar koppen van nazi's kapot knallen. Het is echt, echt heel tof. Ik ben gewoon met deze game zo blij dat ik het niet kan omschrijven, zeg maar. Ik kan gewoon niet uitleggen hoe vet het is als je zoiets niet van een game verwacht en het is het uiteindelijk toch. Wat een fucking vette shit. En wat typisch Duits inderdaad. Zoals hij al zegt, dit is echt puur en alleen van de nazi's. De wereld in handen van de nazi's. Echt, het zou echt een verschrikkelijk scenario zijn. En in deze game is het gewoon zo. Oké, een letter. Cool. Een serial killer on the loose. Dit is volgens mij gewoon een artikel dat gaat over mij. Oké, okay, hier moet ik dus helemaal niet heen. Nee, oké, okay, we moeten verder. Gewoon seks gehad hebben met haar, dus het doet je echt heel erg veel. Het is echt gewoon nu een relatie vol passie en liefde. En je hebt echt een band met haar en dan moet je haar... Moet je gewoon aanzien dat zij staat te praten met die nazi's ter afleiding. En dat die viespeuk misschien straks niet eens van de af kan blijven. Want het is puur afleiding. Dus ik zal een beetje tempo maken. Maar het zit echt heel tof in elkaar. Curious gadget. Useless without a battery. Oké, dan heb ik eerst een battery nodig. Deze kaart kan ik niet oppakken. Wat een vette items en wat kan je ook veel doen in deze game. Echt heel erg tof gedaan.
Okay, thanks for the battery, man. Oh, vet. Needs a recharge. Wat een ding, hè? Ik weet alleen echt niet wat het doet. Het is de laser cutter, maar... Ik heb het idee dat je er misschien ook wel een trofee voor gaat krijgen... als je hier een enemy mee uitschakelt ofzo. Oké. Ah, vet. Ik ga hier sowieso echt een enemy mee killen straks, joh. Vette shit, hé. Even kijken. Ik zie hier camera's. Oh, shit. Ik hoop niet dat die camera's me straks spotten. Oh, kut. Hij gaat teruglopen. Let op, hij loopt terug. Hij loopt verder. Woo! Oh man, what a game. The headquarters map. Cool, dat heb ik in ieder geval opgepakt. Hey, kijk eens even, wat de hel. Maar er is hier wel nog een signal, dus ik ga even goed rondkijken. Hey, een hond. Ik heb eigenlijk zo snel mogelijk een gun nodig, jongens. Die wapens die ze bij zich hadden, kan ik helaas niet oppakken, hè? Ik zie gewoon camera's hier, maar waarom spot het me niet dan? Of wordt het allemaal opgenomen en kijken die dudes gewoon totaal niet naar de beveiligingscamera? Dat zou ook kunnen.
echt een nazi dit. Wat een verschrikkelijke vent, echt. First German lands on moon. Ja, rot op man. Nepartikelen. Oké, dan gaan we die hond aanvallen, jongens. Sorry doggy, maar het moest wel. Het moest gebeuren dit. Sorry doggy. Sorry doggy. Oh yeah! Oh, Müller, ich habe die Kreissaugefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Perfekt, want we hebben wel heel veel info gekregen op dit moment. Ik zag dit item nog liggen. Inside the Siberian Training Grounds. Ligt ook zoveel op elke fucking desk. Oké, nou, dat hebben we in ieder geval gespot, dat telefoon. Je hebt in ieder geval opgevangen. En wat de hel, waar waren ze hier mee bezig? Hey, een Enigma code piece found. Awesome. Er zit zoveel extra shit in die game. Echt heel cool. Nou, wegwezen hier. Neue Schweine, raus! Schichtwechsel, we zijn spät dran. Eine Minute! Genau eine Minute, Hans. Dan müssen wir aber los! Nach rechts! Geh du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige! Komm vorwärts! Ich zeig dir was! Faule Drecksau, du komm! Faule, geh raus! Schnell vorwärts! Zeig dir was, du! Komm schon! Vorwärts! Oh, wat een types, hè? Kijk hoe ze doen, die nazi's. Teringwijers. Hey, du! Auf fünf Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Dat ga ik dan dus ook zeker weten doen. Sneak up the rooftop.
Vreemd genoeg zijn hier geen nazi's. Kijk, daar even een robot staan. Te patrollen. Hey, ik zie daar items gaan. Daar staat een dude te patrollen. Overal. What the hell, hey. Hier staat er een te patrollen. Oh, dat is een camera. Maar ze hebben in ieder geval de gevangenen naar binnen gebracht. En misschien zitten daar zelfs vrienden bij, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik ga het dak op. Overal nazi's, hè. En al die legervoertuigen en dingen en... Dit zou de wereld zijn als... De Tweede Wereldoorlog was gewonnen door de nazi's. Echt ziek. En heel goed in beeld gebracht, echt. Eisenwald. Concept unlocked. Eisenwald prison. Even kijken, wat hebben we hier? Ja, dat klopt allemaal. Gestoord vormgegeven, echt heel erg mooi. Uitgeschakeld met dit ding. Oh, die fik in zijn gezicht. Lekker hoor, zo'n vlam in je gezicht. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar deze game is echt awesomer dan awesome gewoon. Nou goed, ik ga ophouden met zo te geil op een game. Laten we verder gaan. Wisten Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden? Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handelns. Leisten Sie Ihre Strafe. Als dit hier is, dan betekent dat hier ook ergens een hond is. Als er een bak met eten staat, dan is er ook ergens een hond. Maar waar de fuck zal ik heen moeten? Want kijk hoe groot dit gebied is. Kazerne B. Ik ben al 28 minuten aan het opnemen, dus ik zal er ook een eind aan moeten maken, zo snel mogelijk. Ik denk dat ik ergens zo'n kastje moet krijgen ofzo. Of zien te vinden, waarmee ik dit kan uitschakelen. Ik weet niet of hij dit zal horen. Was? Gefangene, denken Sie an Ihre Angehörigen. Lassen Sie sie nicht im Stich. Fuck, ik weet niet waar die andere nazi is. Oh!
Gestoorde shit, daar moet ik heen, denk ik. Wat een actie. Ik weet niet wat ik deed, maar ik hitte hem volgens mij in zijn oogbal of zo. Ik deed zo'n move tegen zijn harsjes aan. Wegwezen hier. Poeh! Wow! What the fuck, de game autosaved. Ik ga je de part eindigen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat je like achter, laat je mening achter. En tot de volgende video. Later, dudes.